Lieve kijkers, hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kopstukken. Kopstukken, u weet het ondertussen, is een programma voor, door en met de inwoners van de gemeente Bergen. In Kopstukken ga ik het gesprek aan met inwoners van onze gemeente. En dat kunnen bekende, maar ook minder bekende mensen zijn. In Kopstukken gaat het eigenlijk over het verhaal van die persoon die bij ons aan tafel zit, de gast aan tafel. Iedereen schrijft in zijn eigen leven een stukje eigen geschiedenis. En daar gaan we naar luisteren. En niet alleen luisteren, maar we gaan het kopstuk ook weer vastleggen. En dat doet uiteraard weer onze beeldende kunstenares, Pauline Bakker. We hebben er ondertussen al heel wat gemaakt, hè, Paulien? Zeker. Een stuk of 20. Ja, iets meer zelfs nog, denk ik. Ja. Thuis hebben ze nog niet al die afleveringen kunnen bekijken, maar we hebben er in ieder geval heel wat gemaakt. En het is iedere keer weer een plezier om bij jou aan tafel te mogen zitten. Te genoeg is geheel wederzijds. Ja. En onze gasten vinden dat gelukkig ook, want die kopstukken die zien er iedere keer prachtig uit. Je hebt wat voorgekleid. Ja, zodat ik er, want nu zit ik er schuin voor, dus een klein beetje voorwerk gedaan. We zitten in het zeehuis in Bergen aan Zee, aan de Verspijkweg. Het zeehuis, dat weet u ondertussen, dat is een voormalig vakantiekolonie van het Amsterdamse Burgerweeshuis. En sinds 1960 is het een natuurvriendenhuis van het NIVON. En dat staat in Bergen aan Zee, het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Het is een hele fijne plek om eigenlijk best wel te zijn. Je moet er misschien eens een keer gewoon even gaan kijken. Want er hangt in de hal van het zeehuis hangt ook een expositie. En daar hangen allerlei mooie schilderijen, fotoprints, kunstwerken. Nou, gewoon maar eens even een keer gaan kijken. Het is de moeite waard. Zeker. Onze gast vandaag aan tafel is geboren in het jaar 1950. Het is geen onbekende in het Bergense. Helemaal niet zelfs. Welkom Piet Kamp. Dankjewel. Je bent geen onbekende Bergenaar, Bergenees. Nou, dat schijnt zo. Ja. Waar stond jouw wiegje? Ik ben geboren in Heergewaard Noord. Een kleine gemeenschap tegen Heergewaard Zuid aan. Of eigenlijk eerlijker gezegd tegen Wareland aan. Oh ja. In 1950. En ik kan me nog redelijk veel van mijn jeugd herinneren. Maar we zijn in 1957 verhuisd naar Bergen. Oké, dus je hebt wel op de lagere school gezeten daar? Ja, een blauwe maandag, om het zo maar te zeggen. En waarom een blauwe maandag? Nou, ik kreeg op een gegeven moment een uitnodiging voor een reunie van de lagere school in Heergewaard Noord. En ik kon me bijna niet voorstellen dat ik daarvoor uitgenodigd werd. Maar alle personen die in 1950 waren geboren in Heergewaard Noord kregen een uitnodiging. Ik heb zeggen en schrijven, ik dacht 2 maanden... maar iets van 4,5 of 5 maanden op die lagere school gezeten. Ook alleen de eerste klas heb je ingezet. De eerste klas. Toen zijn jullie naar Bergen verhuisd. Ja. En toen ging je Bergen naar de lagere school. Mijn vader had niet zo'n geweldige gezondheid en had in Heergewaard Noord een heel groot schildersbedrijf. Kort na de Tweede Wereldoorlog. Heel veel werk in de Kop van Noord-Holland. En die heeft een jaar lang daar op bed gelegen. En die had van de dokter te horen gekregen dat het beter was dat hij wat kleiner zou worden. En toen had hij een opdracht in Bergen. Toen werd de Elks overgebouwd. Ja. Het eerste bejaardenhuis in Bergen Noord-Holland. En daar had hij al in Heergewaard een opdracht voor gekregen. En toen zijn we naar Bergen verhuisd in 1957. Toen mocht... Er mochten de nieuwe bewoners van Bergen eigenlijk niet bestaande woningen kopen. Mijn vader had een voorlopig koopcontract getekend voor een huis aan de Hoflaan. Waar nu naast Pastoor de opticien. Ja. En die kreeg er geen woonvergunning voor. Okay. Maar omdat hij de opdracht Elks over had, was hij al met verschillende onderaannemers in Bergen en aannemers in Bergen in contact gekomen. En toen zei Jan Kroon op de Kerkendijk, dat was toen een behoorlijk grote aannemer, van waarom bouw je niet hier een huis? Dus toen hebben we een jaar gemeubileerd gewoond op de Kruisweg in Bergen. En toen is dat huis gebouwd en toen zijn we naar de Kerkendijk verhuisd. Kerkendijk nummer 6. Mooie plek om te wonen. Ja, zeker weten. En in die periode was eigenlijk de Kerkendijk inderdaad een dijk. En je kon tot aan de natte weg kon je kijken. Dus we hebben die hele buurt zien ontwikkelen. Ja. Er stond enorm veel brem. En nogmaals, je kon heel ver wegkijken. En ik zat op de Arabettenschool, dus als wij richting school moesten, moesten we over de Koninginnenweg. Dat was al een weg die aangesloten was. Die liep tot aan de Marijkelaan. Ja. Via de Marijkelaan en de Walter Piemontlaan staken we de toenmalige Dreefoven, waar Bello nog heb gereden. En zo ging dat eigenlijk. Ja. Je komt uit een katholiek gezin? Ja, een gezin van 6 kinderen. 2 broers en nog 3 zussen.
Het is niet zo dat wij vroeger de pastorenvisite kregen, maar we waren dat toch ging vanzelf. Een redelijk groot gezin. Geen 13 kinderen, maar ja. Toch 6. Hoe was je lagere schooltijd? Nou ja, vroeger had je natuurlijk op de lagere school, vooral in die periode kort na de Tweede Wereldoorlog, waren heel veel kinderen. Dus ik zat in een klas van 35. Ja, en je kwam toen net daar wonen ook? Dus ja. Je had toch geen geschiedenis? Nee, Heergewaard had een tweejarige kleuterklas en Bergen had een driejarige kleuterklas. Dus dan liep je 3 jaar op de kleuterschool en van daaruit ging je naar... De lagere school. En ik kwam eigenlijk in een wat verstoorde periode in de eerste klas in Bergen. En in die periode ging je nog verwaarlijken over. Dus ik ben vanaf de eerste klas naar de tweede klas gegaan. En ik ben met de kerst teruggestuurd naar de eerste klas. Ik had toen al grootmoedswaanzin. Als ik aan het optellen was, dan zette ik meestal veel nullen achter. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat rekening ging nog niet zo vlot. Nee, dat ging niet geweldig. Dus ik heb eigenlijk 2 lichtingen meegemaakt. Ja. De lichting 50 en de lichting 51. En als je daar nu op terugkijkt, zat jij niet bij mij in de klas? Dan zei ik, nou, het zou best kunnen, maar ik ben teruggezet. Dus het zou ook heel goed kunnen dat ik jou net gemist heb. Dus maar je hebt 2 jaar de eerste klas gedaan eigenlijk? Anderhalf jaar. Ja, anderhalf jaar, ja, precies. Ja. Hoe was dat bij jou thuis om daar als klein jongetje op te groeien? Nou, ik was de oudste van de jongens en... Ja, ik had nog 2 zussen boven me. Een heel warm gezin. Ik kan niet anders zeggen. Een heel warm gezin. De pech die we hadden was dat mijn vader is op heel jonge leeftijd overleden. Die is 46 geworden. Hoe oud was jij toen? En toen was ik 17. En ja, dat was... Cruciale leeftijd? Ja, ja. Maar ik was de oudste. Ik werkte al 2 jaar bij mijn vader. Ik was van de Ammerschool afgekomen. En zoals het vroeger ging, de oudste zoon die ging meestal... als opvolger van pa in het bedrijf. Ik had hele andere aspiraties. Ik wilde eigenlijk banketbakker worden, maar mijn vader vond het wijzelijker om het schildersvak op te pakken. Dus je moet schilder worden. Ja. Dat heeft hij nooit tegen me gezegd, maar ik kon het eigenlijk min of meer wel voelen. En omdat hij zo plotseling overleed en wij toen een schildersbedrijf hadden met 8 of 9 man personeel. En ik al 2 jaar had meegewerkt en eigenlijk niet wilde weten dat ik de zoon van de baas was. Werd geconfronteerd op hele jonge leeftijd om de boel te gaan leiden. Dus ik heb eerlijk gezegd mijn jeugd een beetje overgeslagen. Toen was je 18 jaar ongeveer? 17. Ja, 17, ja. En ik zei net al in het voorgesprek, je moest toen nog een vakdiploma halen. Dus ik ben op 17-jarige leeftijd op een gegeven moment een opleiding gaan doen in Utrecht. En omdat de afstand een beetje te groot was, ben ik daar op kamers gegaan. Oké. En ik kwam alleen in de weekenden thuis. En ja, dan werd je geconfronteerd met allerlei problemen die er in het schildersbedrijf waren ontstaan. We hadden op dat moment een uitvoerder in het bedrijf. Die de boel een beetje waarnam. Ja. En ja, mijn moeder was natuurlijk eigenlijk een beetje afhankelijk van de persoon in kwestie. En ik had al wat ervaring in dat bedrijf. Dus in het weekend werden eigenlijk min of meer de problemen die er toen waren ontstaan een beetje weggestreken. Het werd dus een 7-daagse werkweek voor jou? Ja, ja. Maar goed, dat ging allemaal vrij makkelijk. Ik had een jongere broer, die had ook inspiraties om in het bedrijf te gaan. Dus we zijn samen als hele jonge ondernemers aan het werk gegaan in het schildersbedrijf in Bergen. Oké. En een 2-jarige opleiding heb je gedaan, dus je was 19 toen je... 4-jarige opleiding. 4-jarige opleiding, dus je was... Ik was 22 toen ik klaar was, en toen kwam ik van de schilderschool af. En toen werd ik geconfronteerd met de dienstplicht die je toen al had... Ik had 4 jaar uitstel gekregen vanwege het feit dat ik studeerde. En op het moment dat ik terugkwam uit Utrecht vandaan, toen kreeg ik te horen dat ik in dienst moest. En in die periode was het zo dat als je kostwinner was, of hoofdkostwinner, kon je vrijstelling krijgen. Maar we hadden toen een ambtenaar die vond het niet helemaal reëel ten opzichte van mijn jongere broer dat ik dan eventueel vrijstelling zou krijgen. Oké. En ik kreeg de oproep vanuit het militaire gebeuren om te verschijnen. En toen zei ik tegen mijn moeder, ja, moet ik dat nou wel doen? Nou, zeg, ga maar, want anders word je opgepakt door de marge C. Ja. Je komt niet op voor je nummer. Dus ik heb 10 weken in militaire dienst gezeten. 10 weken? Ja, en toen kregen we het voor elkaar om toch als eerste kostwinner terug te komen naar Bergen. Oké, toen hebben ze die correctie hebben ze echt gemaakt. Ja. Dat was ook logisch natuurlijk. Want het gezin was gewoon van jou afhankelijk. Ja, op dat moment wel, ja. Ja.
Hoe was dat als je op jonge leeftijd dat bedrijf moet overnemen, maar ook nog eens een keer moet zorgen dat het gezin gewoon ook doordraait? Ja, dat is natuurlijk ook een periode, ik heb wel eens gezegd, het was niet prettig. In de zin van, ik heb me heel lang niet als serieus aangenomen gevoeld, want je komt toch in contact met klanten. Ja. En je bent eigenlijk een heel jong broekie van 22 was ik op dat moment. Dus voor ik daar eigenlijk meer of meer overheen was gestapt, was ik toch wel 10 jaar ouder. Ja. Wat voor type kind was jij? Ja, moet ik dat zeggen. Was je makkelijk? Ik was van de buurt misschien wel eens een huftertje, want wij woonden aan het begin van de Kerkendijk. En in die periode was net de Suwensweg ontwikkeld. En er waren heel veel jongens. En die moesten allemaal over de Kerkendijk om langs ons te komen. Ja. Ik was een beetje een plagertje, om het zo maar eens te zeggen. Oké, je zocht het op. Ja, misschien ook een beetje uit frustratie. Ja, waarom uit frustratie? Nou ja, weet je, je krijgt een voorbeeldfunctie en daar zit je niet altijd op te wachten. Nee. En dan haal je dingen uit in je leven die misschien achteraf niet helemaal netjes waren. Er waren verschillende jonge jongens bang van me. En dat is misschien ook een beetje overdreven allemaal, ja. Maar goed. Zo ervaarde jij het in ieder geval. Ja. Ja, en zij waarschijnlijk ook, ja, ja. Precies. Je hebt niet echt kunnen puberen dus blijkbaar. Nee, ik heb mijn jeugd overslaan. Ja. Ik had heel vroeg verkering. Ik ken mijn vrouw inmiddels meer dan 60 jaar. Ik was 14, toen had ik al verkering met haar. Ik heb 8 jaar verkering gehad. En toen ik terugkwam uit Utrecht, toen boterde het niet echt meer thuis. Omdat ik natuurlijk op kamers had gezeten. Ja. Dus ik ben op 22-jarige leeftijd al getrouwd. Oké. Okay. En inmiddels ruim meer dan 50 jaar bij elkaar. We kennen elkaar bijna 60 jaar. Ja. Dus je was 22 toen je het bedrijf overnam eigenlijk ook, hè? Ja, samen met mijn broer. Precies. Hè? En je kreeg je eigen plek. Je ging samen met je vrouw. En je had het gezin nog wat van je moeder en je zussen en je broer ook. Ja, iedereen moest daar toch een boterham eten en er moest voor gezorgd worden. Want die kostwinner daar was weg en dat was jij geworden. Samen met je broer waarschijnlijk. Ja. Was dat een beetje te dragen voor jezelf? Ja, eigenlijk niet zo moeilijk. Ja, ik miste mijn vader natuurlijk wel. Je mist natuurlijk mijn vaderpersoon. Ik heb zelf ook een zoon die inmiddels ook in het bedrijf zit. Maar de rugspraak was er niet. Nee. Nee, dat is natuurlijk heel vervelend. Ik had een mazzeltje. Ik gaf net al aan dat het thuis niet meer zo boterde. Maar ik had een zwager met een tuinarchitectenbureau. Die was toevallig ergens in Bergen bezig aan een klus waar een huis daarnaast leeg stond. En dat was weer een kennis van mijn moeder. En mijn zwager stelde in de tijd de vraag van, wat doet u met dat huis? Nou ja, dat weten we eigenlijk niet. Ze hadden het eigenlijk voor hun jongere zoon gekocht, maar die was nog te jong om daar te gaan wonen. Ja. Toen zei mijn zwager van, nou, ik weet misschien wel iemand die geïnteresseerd is. Dus ik kreeg op dat moment een huis aangeboden, waar ik nog steeds woon, op Bergweg 19. Dus ik kon heel makkelijk overstappen. En dat was in die periode natuurlijk, als huiszoekende was, voor een huis in de sociale huur, heel moeilijk. Dus dat had ik wel mee. Dus je had meteen een plek ook. Ja. Ja. En dat heb ik na verloop van een jaar of 10 kunnen kopen. Ik was de eerste huurder. En dan woon ik tot alle tevredenheid nog steeds. Mooi, je bent honkvast. Ja, dat kan je wel stellen. Er zijn heel veel Bergenaren die verschillende stapjes maken om tot hun eindresultaat te komen met een woning. Steeds groter en steeds mooier. Nee, dat was bij ons niet in vraag. Heb je het gevoel dat je heel snel volwassen bent geworden? Ja, ik ben heel snel volwassen geworden. Op mijn 17e was ik vast. Mijn vader ging dood. En op dat moment zei een oom tegen mij, die op dat moment executeur testamentair was. Ja. En nou ga je het maken. Werken, werken, werken. Die opmerking zal ik nooit vergeten. Ja. En ja, dan word je toch geconfronteerd met een gezin. Ja, nogmaals, niet dat ik nou de hoofdkostwinner was, maar dat was wel de bedoeling. Ja, je moet het toch met elkaar dan proberen te doen. Ja. En als dat op een gegeven moment wat stroef gaat, dan is dat ook nog weer lastig. Ja. Dan moet je daar weer keuzes in maken. Nou, het was niet makkelijk, dat kan ik je wel vertellen. Had jij een lieve moeder? Ik had een hele lieve moeder. Ze was 47 dat mijn vader overleed. En die is 93 geworden. Mooie leeftijd. Dus we hadden een heel warm gezin. Ja. En in die periode was... Mijn moeder was natuurlijk nog een jonge vrouw.
Maar die heeft nooit belangstelling gehad in nog een nieuwe relatie. Daar had ze ook helemaal geen tijd voor. Want nogmaals, mijn oudste zuster, die was 22. 19, moet ik zeggen. En die stond op dat moment dat mijn vader overleed. Een beetje een raar verhaal, maar mijn zus moest aan een typcursus in de Langestraat in Alkmaar. En mijn vader had net een nieuwe auto gekocht. En mijn vader was kegelaar. En die kreeg met zijn nieuwe auto in de Langestraat een aanrijding. En daar heeft hij zich waarschijnlijk enorm voor opgewonden. En toen is hij vanuit de Langestraat met zijn nieuwe auto naar de kegelbaan gereden. En is op de kegelbaan overleden. Ach. Hij kreeg een hartaanval op de kegelbaan. Hij had natuurlijk al niet zo'n geweldige gezondheid. Maar wij hebben altijd het idee dat dat de oorzaak was van zijn hartaanval. Ja. En als je toen een hartaanval kreeg, dan ging je dood. Als je tegenwoordig een hartaanval krijgt, dan word je gedotterd en loop je binnen 14 dagen weer op straat als je mazzel hebt. Ja, er zijn heel veel ondernemers die rond de 50 in die periode dood gingen. Ja. Was jij bang voor de dood? Nee, ben ik nooit geweest. Nee. Nee. Niet gedacht van mijn vader is zo jong. Nee, ik heb wel een jongere broer die er wat meer moeite mee heeft, maar nee. Nee. Op een gegeven moment, je bent dat schildersbedrijf gaan doen samen met je broer. Je krijgt kinderen. Hoe was dat? Ja, je hebt allemaal zo'n ideaalbeeld van de eerste 5 jaar niks. Maar ik was 25, toen was ik voor het eerst vader. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn allemaal nu tussen de 40 en de 50. Die hebben een heel ander leven geleden. Die zijn pas begonnen op 28 of 29-jarige leeftijd met kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 3 kinderen. 2 dochters en een zoon. En de zoon is ook in het bedrijf gegaan? En de zoon is ook in het bedrijf gegaan. Dus die is goed terechtgekomen? Ja, en goed. Was dat je wens? Nou, niet eens, maar hij vond het wel aardig om dat te doen. En hij heeft ook net als mij de eerste 2 jaar bij zijn vader gewerkt na zijn opleiding. Hij heeft dezelfde opleiding als mij gedaan. En mijn jongere broer, die ook in het bedrijf zat, had geen kinderen. Dus ik was eigenlijk wel blij met een opvolger. Maar na verloop van de jaren 5 zei papi, ik ga wat anders doen. En toen dacht ik, daar gaat mijn opvolger. En achteraf ben ik daar wel blij mee, want die is in het commerciële vak, ook in de schilderswereld, die is commercieel medewerker geworden van van Wijzenhol in Zwolle. En daar heeft hij heel veel geleerd. Maar hij moest ook veel met de auto op pad. Ja. En hij had de regio boven het Noordzeekanaal tot Amsterdam. En hij had het op een gegeven moment wel een beetje bekeken. Dus na verloop van een jaar of wat kwam hij met de vraag van, wat zou je ervan vinden als ik terugkom? Nou, ik maakte een kleine jubelbeweging in mijn hoofd. Van, oh god, dan ben ik toch gevrijwaard van het probleem als ik straks wil stoppen. Dus die zit nu al een jaar of 8, 9 in het bedrijf. Trots? Ja, het is toch wel leuk, maar een van de nadelen is, je laat het niet los. Hè. Je bent er toch altijd nog mee bezig. Als het regent, als het slecht weer is. Kijk, een schilderzak is natuurlijk erg afhankelijk van weersomstandigheden. Of de winter, dat is natuurlijk altijd een moeilijke periode. Toen jij rond die 17e, ik kan me voorstellen dat jouw sociale leven ook opeens er heel anders uit ging zien. Want je zult waarschijnlijk in je 15e, 16e sporten. Heb ik allemaal overgeslagen. Ja, allemaal niet gedaan. Ik ben wel een verenigingsmens geweest. Ja. Dat heb ik altijd wel bij me gehad. Mijn vader had altijd de gedachte, als je ergens een begint, dan moet je het ook afmaken. Dus ik ben op jonge leeftijd al bij een drumband terechtgekomen die we toen nog in Bergen hadden. En dat heb ik een x-aantal jaren gedaan. Ik zat op de padvinderij. Ik zat op een gymnastiekvereniging. En ja, dat zijn toch maar voetballen mocht ik niet, want ik zat al op te veel dingen. Oké, precies. Ja. Dan was je met te veel sport bezig. Ja, was met te veel sport bezig. Muziek, speel je een instrument? Nee. Nou, ik heb getrommeld. Oké, dat weet je dan. Ik ben nog een leerling van Cor Groen, die vroeger op een houten plankje. Ja, met 2 stokjes. En, ja. Ja. Je bent absoluut een verenigingsmens, want zo kennen heel veel mensen jou ook. Ze kennen jou natuurlijk al als de schilder, maar ze kennen jou ook als de man die bij de Oranje Vereniging bijvoorbeeld heel actief is. Ik heb al heel wat verenigingen gehad. Dat is wel grappig als je dan terugkomt en je denkt dat het allemaal niet is veranderd. En er zijn toch dingen die in die 4 jaar dat je weg bent veranderen. En ik werd al op heel vroege leeftijd gevraagd of ik eventueel iets met de drumband wilde doen.
En dat ging in die periode, werd het al wat minder. Dus ik ben als bestuurslid in de vereniging van de drum en de majorettenkorps Bergen gestapt. Dat heb ik 10 jaar gedaan. En ik had ook op de scouting gezeten. Ja, op een gegeven moment dachten ze, we moeten daar ook eens... er was wat vernieuwing. Of ik geen penningmeester bij de scouting wilde worden. Nou, dat heb ik dan ook nog een x-aantal jaren gedaan. Ik werd op een gegeven moment het 50-jarige... kan je het geen jubileum noemen, maar 50 jaar na de oorlogsherdenking... Ja. Werd ik gevraagd vanuit het bestuur van de Oranje Vereniging... of misschien in de bevrijdingscomité wil. Nou, dat heb ik 1 jaar gedaan en toen werd ik gevraagd in de Oranje Vereniging. En van de Oranje Vereniging kwam ik bij de Historische Vereniging. Het organiseren legt me wel een beetje in de lijn. Kom je nog wel eens thuis? Mijn echtgenote noemt zich de Oranje Weduwe. Ik zit tot 30 jaar in de Oranje Vereniging. Ik ben er even uit geweest bij een wisseling van een x-aantal bestuursleden. En toen dacht ik van nou, dan stap ik er ook maar uit. Maar dat ik 3, 4 niks had gedaan en ik zag dat het eigenlijk minder werd. Toen zei ik van nou, zou jullie het misschien leuk vinden dat ik weer terugkom? Want bij elke vereniging is het natuurlijk het probleem, vind maar eens mensen die dat willen doen. Ja. Waarom ben je dat soort dingen gaan doen? Dat is leuk gevonden. Ik ben een organisator. En ik kan heel goed improviseren. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk als je een bedrijf hebt en je hebt spullen bij de hand. Ja. Ik zie nooit op tegen dingen waarvan anderen zeggen, ja, maar dat krijgen we niet voor elkaar. Dat is voor mij meestal een uitdaging. Dat vind ik ook leuk. Ja. En ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik zit in het promoteam van de Historische Vereniging. En we hebben al een x-aantal hele leuke dingen gedaan de afgelopen jaren. Nou, daar wil ik graag in meedenken. En nogmaals, ik ben een organisator, dus dat vind ik leuk. Ja. Wij zijn elkaar ooit een keer tegengekomen in de Zuurveense polder. En daar loop ik regelmatig mijn hondje uit te laten. En dan staat er ongeveer halverwege in dat wandelgebied, zeg maar, daar in die polder, staan er 2 hele mooie stoeltjes. Die zijn er ooit een keer door iemand neergezet. Ja. En ik kwam jou daar tegen, want jij was daar 2 plankjes aan het vervangen van die stoeltjes. Die waren kapot gegaan, blijkbaar. En toen vroeg ik aan jou, bent u die meneer van die stoeltjes? Ik zeg, ja, die heb ik er ooit neergezet. Het is meer dan bijzonder als iemand bedenkt dat hij 2 stoeltjes gewoon midden in de Zuurveense polder neer moet zetten. Dat is uniek. Ik sprak mensen die onder andere bekende Bergenaar Peter van Vleuten, die heeft daar een concert gegeven voor de kikkers. Er zijn andere mensen die lopen daar regelmatig. Die zijn zo blij dat die stoeltjes er staan, want het is een uniek plekje. We zien ondertussen ook in beeld, zien we daar ook wel een fotootje van. Waarom heb je die keuze gemaakt? Die stoeltjes stonden op de dorpsstraat als een grof vuil. Ik zie 9 van de 10 keer wel iets in oude objecten. En ik zag die dingen staan en ik dacht, god, die kan ik nog wel ergens plaatsen. Wij hebben een bedrijfspand op de Oudbergenweg met een flinke tuin. Ik denk, nou, misschien past het daar, maar dan had ik al een x-aantal dingen neergezet. En toen was ik ook een keer op dat bewuste plekje met een wandeling, want een van mijn kinderen woont in de buurt daar op de Beek. En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel een leuke plek om die stoelen neer te zetten. En die stoelen waren redelijk kapot, dus ik heb in eerste instantie die stoelen gerenoveerd, om het zo maar eens te zeggen, een nieuwe latten erin gezet. En toen dacht ik, ja, hoe krijg ik ze daar op die plek? En we hadden een wat grotere bedrijfswagen en je kon vanaf de Zakendijk een eerste stukje nog wel de polder inrijden, vanwege het feit dat ze toen met die ontwikkeling van die waterberging bezig waren. Dus ik heb eigenlijk, zonder erbij na te denken, dacht ik van nou, dat is toch een geweldig plek om die stoelen daar neer te zetten. En omdat ik bang was voor aanmok van jeugd, dacht ik van nou ja, ik moet ze eigenlijk verzegelen aan een plek waar ze niet weggegooid kunnen worden. Dus ik had een ketting en daar heb ik een slot omheen gehangen. En ik heb het sleuteltje in de sloot gegooid met de gedachte van nou, die blijven daar voor een x-aantal jaren staan. Ik wil niet zeggen voor eeuwig. En nu rijd ik regelmatig langs om te kijken of er niet een lat of een lat vervangen moet worden. Of het gras een beetje gemaaid moet worden. Wietkamp, je kan het ook niet doen. Nee, ja. En toch maak jij die keuzes. Ja, dat is misschien een kronkel, ik weet het niet. Ik zie het vaak in het bos ook. Wij wandelen hier veel in de omgeving. En dan zie je naamplaatjes staan. Ja, mensen hebben daar ook een gedachte over.
Die hebben dat als een ideale plek gezien. Ja. Die vinden dat het leuk om dat op een of andere manier te verzegelen. Of te verzilveren, om het zo maar te zeggen. Met een tekst eronder. Nou, ik weet zeker dat heel veel inwoners jou dankbaar zijn dat je die stoeltjes daar neer hebt gezet. Want dat is een geweldige plek om even te zijn. Om ook om even te zitten, om je heen te kijken. Dat is heel erg mooi. Als jij terugkijkt in je leven, wat is jouw mooiste moment geweest? Ja, het leven heeft eigenlijk alleen maar mooie momenten. Er zijn natuurlijk heel veel vervelende momenten, maar... Ja, wat moet ik daarop antwoorden? Ik heb 7 kleinkinderen, dat is ook geweldig. 6 kleindochters en als laatste 1 kleinzoon. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wel heel erg op prijs stel dat we toch een stamhouder hebben. Dat is een mooi moment geweest. Ik heb de fout gemaakt om bij mijn tweede dochter op zaterdagmorgen om 1:30 werd zij geboren. En ik zat toen in de drumband en ik had een verplichting om oude krant op te halen. En dat ik na verloop van een kwartier na de bevalling ben opgestapt en dat de verpleegster op dat moment zei, waar is uw man? We hebben nog niet eens een beschuitje met muisjes gegeten. Ja, die heeft andere verplichtingen. Die zou de krant wat ophalen. Voor de drumband. Maar goed, dat heb ik goed kunnen maken. Maar ze neemt het me niet kwalijk. Okay. Mijn vrouw misschien ook op dat moment, maar nee, dat is vergeven. Wat is jouw meest verdrietige moment geweest? Toch het overlijden van mijn vader. Dat is eigenlijk ook wel een mooi statement. Ik zat op dat moment in de eerste jaren van mijn jeugd op een avondschool. Want ja, toen moest je nog, als je werkte, 's avonds naar school. En op een woensdagavond, die bewuste kegelavond van mijn vader, zat ik op school in Alkmaar. En mijn vader is rond de klok van 8:30 overleden. En ik ging als ik vanaf de avondschool terugging naar huis altijd even langs mijn verkering. Want in die periode draaide altijd de Fugitive, een serie op televisie. En dan bleef ik een 30 minuten of 1 uur bij haar. En dan ging ik naar huis. En toen kwam ik thuis. En er zat een pastoor in de kamer. En voor de rest was er niemand. En ik zei, wat doet u hier? Zit u hier voor mijn oudste zus? Mijn zus mocht wel trouwen met mijn zwager, die toen eigenlijk de verkering van haar was, als ik katholiek zou worden. Mijn vader hing nogal erg aan het geloof. Okay, yes. En dus zij zat in die periode in de theologieopleiding van mijn zwager. Dus ik dacht dat hij voor haar aanwezig was. Ja. Nee, ik zit hier voor jou. Nou, de eerste opmerking die ik maakte, is mijn vader dood? En de rest van de familie en mijn moeder waren al naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En ik werd op dat moment opgevangen door een overbuurman. En die bracht mij naar Alkmaar om ook eventjes naar het moment van sterven te kijken van mijn vader. En toen werd ik teruggestuurd. Ik liep in die lange gang van het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En ik mocht niet meer naar mijn vader toe. Dus ik ging onverrichte zaken terug naar huis. En toen hadden we nog de Benedictuskerk aan de Prins Hendriklaan. En daar lag mijn vader de dag erop opgebaard op het altaar. En dat was voor mij de eerste confrontatie. Niet verwerkt. Sorry, ik neem even. Dat is een heel pijnlijk moment geweest. Ik zag mijn vader, sorry. Ik raakte zo geëmotioneerd. En de pastoor in kwestie zei, je moet dit halen, want je brengt iedereen van de kook. Je mocht niet huilen. Nee, ik werd naar achter gehaald. En ik denk er nog wel eens aan terug. Dat was een heel vervelend moment. Wat heb jij je kinderen meegegeven over het huilen? Ja, weet je, je werd vroeger opgevoed met jongens huilen niet. Dat is natuurlijk flauwekul. Kijk, ik ben nu wat ouder en ik word wat sneller geëmotioneerd, dat merk je wel. Maar jongens mogen huilen, hè?
Ja, ik vind tegenwoordig moet het zo zijn. Je ziet het ook met regeringsmensen die tegenwoordig geëmotioneerd worden. Ja, we uiten wat makkelijker misschien, wat sneller. Ja. Maar als het echt pijn doet, dan mag het gewoon toch. We drukken het een beetje weg. Als ik tegenwoordig naar de televisie kijk, dan denk ik ook over... die emoties wil je niet tonen, zelfs niet tegenover je vrouw. Maar... lastig. Wat vindt jouw vrouw daarvan? Nou, die ziet het waarschijnlijk wel. Ja, die kent jou door en door. Een beetje een traan wegvegen. Ja. Als we vooruitkijken, wat is jouw grootste wens nog? Ik heb het druk met allerlei dingen. En wij passen ook heel veel op de kleinkinderen. Dus eigenlijk, we willen wel meer. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik binnen de vereniging zit... en ik heb een vergadering van de Oranje Vereniging of van de Historische Vereniging... dan zeg ik, ik heb geen tijd. Dan zeg ik, ja, jij bent altijd op vakantie. Ik ga vaak weg. Ik ben 2 maanden per jaar ben ik toch wel op pad. Een maand in de zomervakantie. Waar ga je graag naartoe? Nou, we hebben Frankrijk wel gezien. Ik ben begonnen in Joegoslavië. 15 jaar in Joegoslavië gezeten. In de vakantieperiode. Toen had je nog de bouwvak. Dus dan moest je een tijd van 3 weken moest je zorgen dat je heen en weer was. Lang gedaan. Toen Joegoslavië ontdekt werd door de Nederlanders, ben ik Frankrijk gaan ontdekken. Nou, dat hebben we inmiddels ook wel gehad. En de laatste jaren gaan we veel naar Italië. En het najaar zit ik altijd een week of 3, 4 op de Schelling. In november, de meest mooie tijd van het jaar. Ja. Lekker rustig. Huren we een huis en dan komen de eerste weekend komen de kinderen altijd over. Dan hebben we nog 3 weken of 2 weken voor onszelf. Ben je gelukkig, mens, Piet? Ja, ik ben wel gelukkig, ja. Ik prijs me dat ik nog gezond ben. We gaan eens even kijken wat Paulien tijdens ons gesprek van jou heeft gemaakt. Ja, het is prachtig, Paulien. Vooral die haren, die wilde haren. Ja, dat ging wat klein. Ja, die ben je niet kwijtgeraakt, hè? Nou, ten dele. Ik heb ze weer terug laten komen. Okay. Ik had vroeger altijd een keurig geknipt kopje met kort haar. En als je hem met schedeldak ziet, dan kon ik... misschien wel. Maar ik heb het laten groeien. En tot mijn stomme verbazing kreeg ik op een gegeven moment krullen. Dus ik dacht, dat is wel aardig. Ja. Het is weer mooi vastgelegd, Paulien. Ja. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar wel bijna. Piet Kamp, een verenigingsmens, puur zang. Ja. Vastgelegd voor de eeuwigheid. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Jullie ook. Dankjewel. Lieve kijkers, dit was weer een aflevering van Kopstukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.